Obama is een goede redenvoerder, hij kan goede toespraken houden, hij staat onder grote druk, de verwachtingen zijn hoog en dan functioneert hij ook het beste. Ik denk dat we een prachtige toespraak kunnen verwachten. En hij zal zich laten inspireren door grote voorgangers zoals Abraham Lincoln, die in 1861 zijn inaugurele reden hield en het land bij elkaar moest houden, aan de voorrang van de burgeroorlog. En Franklin Roosevelt natuurlijk, in 1933, op het dieptepunt van de recessie, met die hele beroemde woorden, "We have nothing to fear but fear itself." Obama verkeert in gelijksoortige omstandigheden, crisissituatie. Hij zal mensen hoop moeten geven, moeten inspireren. En hij zal tegelijkertijd realisme neer moeten leggen. Moeten laten zien van, luister, het zal niet makkelijk zijn. Het kan enige tijd duren, ik zal jullie teleurstellen. Maar houd vol, blijf moed houden. Dus hij wil tegelijkertijd de hoop handhaven en realisme neerleggen, zodat mensen niet te snel teleurgesteld zullen zijn. En ik denk dat hij dit zal doen in een prachtige toespraak, want dat kan niet goed. Nou ja, er zijn mensen die zeggen van, wie zou nou in godsnaam president willen worden onder de huidige omstandigheden? Economische crisis, twee oorlogen. Nou, ik denk eigenlijk dat die hele crisis een godsgeschenk is voor Obama, want daardoor kan hij dingen doen die onder normale omstandigheden absoluut niet mogelijk zouden zijn. Kijk, sommige politici, de meeste politici denk ik, die komen pas goed tot hun recht in een crisissituatie. Kijk maar naar Sarkozy, kijk maar naar Wouter Bos, en ik denk ook dat dat voor Obama geldt. Allerlei plannen die hij had, bijvoorbeeld het investeren in onderwijs, in het herbouwen van de bruggen en de wegen van Amerika, de infrastructuur, die kan hij nou ineens doorvoeren zonder dat hij kritiek krijgt. In de campagne had hij $50 miljard beloofd om te investeren en nu zit hij al op $850 miljard om banen te scheppen en om banen te houden. En daardoor krijgt hij eigenlijk de kans om beleid uit te voeren wat hij onder normale omstandigheden nooit had kunnen doen. Dus die crisis is voor hem echt een geschenk uit de hemel. En die miljarden aan tekorten en schulden in andere landen, dat maakt op dat moment niet meer uit? Nou, er zit een stille partner in de regering Obama en die heet John Maynard Keynes. Dat is een beroemde Britse econoom uit de Grote Depressie, die altijd zei van je moet tegen de cyclus in investeren als overheid. Nou, Keynesiaans denken is weer helemaal terug. En begrotingstekorten, daar moet je je nou even niet druk over maken. Die gaan wel heel hoog oplopen, maar het is veel belangrijker nou om de economie in de gang te houden. Dat is typisch Keynesiaans denken. Hij zit niet in de regering, maar hij zult voortdurend over Keynes horen. En infrastructurele investeringen, mensen aan het werk houden, banen houden, zorgen dat mensen niet in armoede vervallen. Dat is de prioriteit nu. Begrotingstekorten, die lossen we straks wel op. Nou, die economische crisis die strekt zich ook uit tot het buitenland. Dat wil zeggen dat het Amerikaanse gezag toch ook afneemt, omdat het Amerikaanse economische model ineens minder aanzien geniet. Maar goed, dat heeft natuurlijk niet zoveel te maken met de oorlogen in Irak en Afghanistan, de onrust in het Midden-Oosten. Obama zal daar wat over moeten zeggen in de inaugurele reden, maar hij zal daar niet concreet in worden. Uiteraard niet, want hij kan nog geen beleid maken.